Nou, lieve mensen, daar is hij dan weer. Een nieuwe vlog, een nieuwe week. Oh, weer de vijfde, hè? Gaat snel, hè? Ja, zeker weten. En deze keer heb ik er iets speciaals in gedaan, want wij maken ook wel eens filmpjes weer niet goed gaan. Dus er zit een kleine blooper in. Moet je maar even gaan kijken. Een klein bloepertje waar hij mij voor schut wil zetten. Nee, is gewoon leuk. Nou, ga maar gewoon kijken. Een leuke vlog weer. Veel kijkplezier. Doedeloe. Nou, goedemorgen allemaal. En je ziet het, ik ben op de boot. Kijk maar. Bij Marco de Hollander. En vanmiddag gaan wij hier optreden. Frans is er ook bij natuurlijk, die is al onder. Alleen het weer is een beetje dat ik denk van, nou ja, het waait ook nog. Dus ik wil ook niet dat de boot zo gaat. Maar we gaan het wel bekijken. Nou, hier zijn we dan op de fanboot, of hoe moet ik het zeggen? Ja, de fanboot van Marco de Hollander, ja, gezellig. Van Marco de Hollander. Nou, het is ontzettend druk. Ja, hè? En nu al gezellig. Polonaise zat er net al in bij jou. Ja, eerste tel, gelijk alles, hartstikke idee aansluiten. En straks is Demi de Groot en dan mag ik weer... optreden, dus het wordt een hele... Ik ben heel blij dat je aan boord bent en Frans ook mee hebt genomen. We zijn heel trots op. Frans moest mee, hè? Ja, hij moest mee, ja. Er was echt een beetje een wens van de fans. Zegt, komt Frans ook mee? Ik zeg, ja, we gaan Antonio vragen, krijgen we Frans cadeau. Maar één vraag heb ik. Oh jee. Als ik zo naar buiten kijk, het waait hard. Ik zit op een boot, Marco. Die golven, wat ga je erom doen? Nee, het komt goed. We deinen gewoon straks mee met die Polonaise. Dus dan staan we weer een beetje in evenwicht. Je leven lang, al bij het moment. Wat zijn al die feestbeesten van vanmiddag trouwens? Gaan we doen met die hand ook nog? Ik voel dat deze nacht wordt van glitter. Nooit eerder was een hemel zo ver. Als kennen wij een nacht van mijn leven. Nou mensen, dan moet ik door weer een wind, moet ik naar de kapitein toe. Kijk hier. Het lijkt wel een... Het is net de Titanic. Maar ja, dat willen we zo horen. Alles voor het volk, alles. Stoelen waar je alle kanten heen. Maar we zijn hier in de, hoe heet het eigenlijk? Kajuit. De kajuit. Van de boot. Stuurhuis natuurlijk. Stuurhuis van de River Dreamer. Van de River Dreamer. Nou, dames en heren. Hier is de kapitein. Ja, goedemiddag dames en heren. We zijn hier op de River Dream en we varen hier op de Kagerplassen. En het is heel erg gezellig beneden. Het is erg gezellig beneden. Ja, maar wij willen ook graag even kijken hoe het nou eigenlijk hier boven gaat natuurlijk. Mensen, dit is alle apparatuur natuurlijk. Dat zie je goed. En we hebben een nieuwe kapitein ineens. Nee, het zal toch eens niet. Beste mensen, ik moet natuurlijk zorgen dat die boot met Marco, Antonio en de andere artiesten natuurlijk helemaal veilig aankomen weer in Leiden. En we gaan nu die kant op. Ik weet niet waar we heen gaan, maar we zien het wel. Ik ben zo blij. Die kant op. Ik ben zo blij dat die meneer de kapitein is. Want dan komen we heel thuis, dat weet ik nou al. Dus gauw dat dingetje uit hier jij. Ik wens jullie heel veel plezier en een hele fijne dag vandaag. Nou, toedeloe, eruit. Nou, jullie geloven het nooit. Het is 6:15 en we zijn om 5:00 opgestaan. Want we zijn onderweg naar Katwijk voor de opnames van een speelfilm. En Frans leek het heel erg leuk om dat te doen. Alleen jij ook? Ja, ik ook wel. Maar nou, het is wel erg vroeg hoor. Ja, het is wel dus, vroeg. We normaal komen we nu thuis. Normaal wel. Ja. Nu gaan we dus weg. Nou, laat de meri over. Heel spannend natuurlijk. En ik ben ook heel benieuwd wat het gaat worden. Nou, het is inmiddels daglicht geworden. En dan zijn we bij Hangar 2 in Katwijk. Voor het vliegveld hè? Voor filmopnames. Dus we zijn benieuwd wat gaat gebeuren zometeen. Ja. Nou mensen, we zijn net klaar met opnames in de studio en we zijn toch in Katwijk, dus wat doen we dan? Even naar het strand, hè? Alleen we moeten even parkeren, hè? Er zijn twee dingen waar ik een hekel aan heb. Dat is door het zand lopen met nieuwe schoenen. En aan mijn? Nee, dat niet. En aan Kip Kerry. Nou Frans, dan lopen we over het pad. Dat gaat helemaal naar het strand, toch? Twee stenen verder. Lopen we tafel om. Twee stenen verder is dat. Moet ik nog door het zand. Kom maar alles zien, kom maar alles zien. Nou, het is een stuk kou hier bij het water, of Frans? Ja, ik vind het wel lekker hier, hoor. Vind je het lekker? Ja, ik vind het heerlijk. Ja, het golft ook lekker, mensen. Hoor. Kijk maar. Zie je dat? Ja, mijn voeten nat. Maar ja, de zee is de zee. We gaan gewoon even lekker een bakkie doen daarachter. Ja? Dat is een veel beter idee. Een bakkie doen? Ja. Zeg je nou een bakkie? Hij zei een bakkie. Nou, wat denk je wat? Zijn we van Katwijk even naar Den Haag naar de mat gegaan natuurlijk. Ik wilde niet, maar hij wilde weer. En wat denk je wat ik gezien heb?
Nou mensen, je gelooft het nooit. Ik zoek er al jaren naar. En kijk eens hier wat ik heb. Kijk eens hier wat ik heb. Zijn die mooi? Kijk eens, helemaal vol stenen. En wat denk je? Ook in het rood. En ook gewoon in het zwart. Dus ik mocht voor Frans maar één paar kiezen. Maar ik heb er maar gewoon drie genomen. Gewoon hier op de markt. En nog niet duur ook nog niet. Dus ik kan weer vooruit. Nou hebben wij weer. Wat denk je wat? Gezellig op de mat. Borreltje, tikkietje. Gaat de parkeerkelder om 5:30 dicht. Nee, zeg Frans, we gaan nog wat drinken bij het cafeetje. Wat denk je? We hebben nog 4 minuten. Hadden we eigenlijk dat morgen vroeg moeten blijven in die kroeg. Ben je lekker mee dan? Altijd gezellig bij onze Robbie van de Marketplace, ja. Natuurlijk, hè? Ja, dat is wel zo, maar we moeten er wel uit. Nou mensen, allemaal net op tijd, dus... Kijk, het is wat allemaal had. Helemaal goed. Ja. Even hier iemand doen, lieverd. Ja, maar ik rijd eens wel uit. Dan doe ik hem om. Zo. En we hebben het gered natuurlijk. We zijn eruit. Nou, we hebben het gered. Dus ik kom weer door jou met je borreltje drinken. Nou mensen, vandaag een belangrijke dag voor mij of voor ons. We zijn hier bij Van der Valk in Breda. En we gaan iets tekenen wat misschien goed voor de toekomst is. Nou, ik had het jullie verteld net buiten. Het is vandaag een belangrijke dag voor ons beiden eigenlijk wel. Want we gaan tekenen bij een nieuwe platenmaatschappij. En dat is Tom Gils. Tom van Gils is het. Tom van Gils. Tom van Gils is het. We beginnen zo goed. De Nationale Artiestenparade. En deze man heeft zelf met heel veel bekende mensen gewerkt. En nu mogen wij met deze man gaan werken. Dus wij gaan tekenen. En dan gaan we dan drinken. Dus binnenkort heb ik een nieuwe single met clip. En misschien nog meer leuke dingen. Dus blijven kijken en vooral luisteren. Goede samenwerking en vooral een gezellig samenwerking. Dat vooral. Ja. En ook een klein beetje succes. En een klein beetje succes. Ja. Dankjewel. Nou mensen, we hebben lekker gegeten net op het contract. En we gaan beginnen. Er komt een nieuwe single aan. Er komt een nieuwe clip aan. En er komen heel veel leuke nieuwe dingen aan. Zo, goedemorgen. Of ja, goedemiddag eigenlijk. Het is goedemiddag. Het is zondag en... We zijn onderweg naar Tiel voor een beauty center die wordt geopend door een vriendin van ons. En we zijn uitgenodigd, dus dan gaan we even langs en kijken als ze een hapje en een drankje en natuurlijk iets leuks hebben. En misschien laat ik wel meteen een behandeling doen, wie weet. Zal ik even met haar bloemetje wachten dan? Kijken we eerst wat ze te eten te drinken hebben. Maar ben je toch een pens? En brengen we dan een bloemetje. Ja, en zo ben je ook echt ook, ik zweer het je. Maar goed, we gaan er even heen en ik laat jullie ook wat dingetjes zien natuurlijk. Nou, we zijn er in Tiel bij de Het Spa van Corissa. We hebben een leuk bloemetje meegenomen. Kost weer geld, hè Frans? Zie je ja, dat? We gaan eerst kijken of ze wat te bikken hebben en te buizen. Anders neem ik die bloemen weer mee terug. Nou, ik hoop niet dat ze satésaus hebben trouwens. Nee, satésaus hoef ik niet meer. Heb ik gisteren zat gehad. Nou, we gaan even naar binnen mensen. We gaan kijken even. Nou, hier zijn we in de Het Spa van de Corissa. Nou, ik en Frans hebben allebei geen hair natuurlijk, maar goed. Misschien kunnen we wel een massage krijgen. Kijk, hier staat de eigenaresse. Hi. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En wij hopen dat je heel veel succes hebt en dat er heel veel klanten komen. Klopt ook. En je kunt ons vast inplannen, ook al heb ik geen haar. Ik wil toch een massage hebben, dat je het weet. Komt goed. Oké. Zie je mensen, van alle gemakken voorzien. Een heerlijk bed ook, gewoon lekker rust. Zie je er al liggen, Frans? Tuurlijk. En alle heerlijke producten allemaal staan al klaar. Moet je erbij hebben. Frans, ik ben er klaar voor. Oh, hij gaat wel weer liggen hoor. Kijk dan. Het hair spa, Frans. Hair. Ja, nou, hair. Dat ken me toch... Het spa. Ja, mijn kop ja. Kan ze toch sparen. Ja. Of hoe moet ik dat? Ja, ja, dat gaan we even doen. Ja? Zo. Ja, zo. Dan gaan we even zo. Voelt dat lekker? Oh. Meestal gaat hij dan zijn been trekken hoor, als je dat doet. Deze kan wel. Oh, wacht even kijken. Voel hier dan mensen. Oh, ik begin mijn voeten krabbelen, zo net als een hond. Nou, eerlijk waar. Deze kan wel, denk ik. Ja. Nou, dat was een, ja, ik vond een hele mooie opening van deze zaak. Ik vond het superleuk. En ik heb als verrassing van Carissa kortingbonnen gekregen. En die gaan natuurlijk
Morgen in het koffieuurtje gaan we die verloten of weggeven voor mensen uit Tiel en omgeving. Die kunnen dan gezellig hierheen gaan met een beetje korting. Oké, maar wat zie ik in je hand daar? En dat is wat voor onderweg. Een paar cakejes en een paar cookies en een zakje chips. Wat een koei. Nou, wat denk je? Het regent weer. Maar goed. We gaan even lekker een hapje eten. En voordat de nacht weer gaat beginnen in de avond, gaan we even lekker een hapje eten hier in Ochten. Hoe heet het ook alweer? Goudrenet, hè? Kijk mensen, dat is handig, hè? Hier heb je gewoon de menukaart meteen als onderlegger. En dan kan je gewoon kiezen wat je wil. Dat, dat, dat. Of dit. Nou, ik heb gekozen voor de tomatensoep met varkenshaasje, roomsaus. En we beginnen met een soepje. Ik heb nu tomatensoep met balletjes. En Frans heeft lekker uiensoep. Heerlijk. Is het lekker? Is heel erg lekker. Kijk je uit voor je truitje? Ja, daarom zit ik ook in buk. Ja, dat dacht ik al. Heb je honger, Frans? Nou, ik lust wel een hapje, ja. Nou, kijk eens, Frans. Het ziet er goed uit, hè? Dat heb ik voor jou geregeld. Dus ik hoop dat je het lekker vindt. Ja. Nou, sta je echt om te kleden in de parkeerkelder hier in Amsterdam. En wie kom je tegen? Nou, het is niet normaal. Henk Dame. Hey. Toevallig heeft hij zijn nieuwe single uit. Ja, ja, klopt, ja. En die heet? Voel je dat niet? Voel je dat niet. Oude oud liedje van de Mila Milano. Ja, nou, ik vind het wel een top nummer trouwens. Ja, iedereen doet koffer, dus doe maar gewoon mee. Ja, nou weet je, dus beter goed gejat dan slecht gemaakt. Ja, dat gaat. Kom met mij een sigaret. Blijf jij maar liever in je bed. Wou ik zeg het wel eens kort, maar ik weet het. Ik ben zo blij dat jij bent. Frans wilde weer een paasboom, dus wat ben ik nu aan het doen? Vrijdag, op Goede Vrijdag, de paasboom aan het zetten met een lampje en een dingetje erin. Kijk maar even, kijk. Is nog niet klaar, maar hij wil het zo graag, dus ik doe het maar voor hem. En niet alleen de paashaas, maar we ook natuurlijk een gezellige paasboom. Ja, die hoort er ook bij natuurlijk. En we hebben nog gezellige paaslamp, gewoon kerstlampjes erin. En natuurlijk een konijntje en lekker chocolade-eitjes. En natuurlijk op de tafel een kipje van het Brokante Kuipje. Met een lekker geurtje en een kaasje en een tulpje. En... Beste mensen, ik heb hem gevonden. De eitjes van de paashaas. Helemaal geweldig, toch? Dank u wel, hè? Nou, het is zaterdagavond. En ja, we moeten weer op pad. Maar we hebben eerst een privéfeestje. We gaan eerst even naartoe naar Helmond. Helmond eventjes, ja. Naar meneer de Bandelikket is dat. En dan gaan we naar Amsterdam. Hier. En dan is er bijna iemand jarig. Hiepie de piep. Dat is volgende week pas. Nee, is niet volgende week. Die vlog is volgende week. Ja, dat kan. Maar dan ben je al jarig geweest dus. Dan ben ik al jarig geweest. Dus dat heb geen zin meer om wat te zeggen. Jawel. Nou, van harte gefeliciteerd alvast. Dan je bent jarig geweest. Dankjewel hoor. Doeg. Jij ook. Lang zal hij leven. Lang zal hij leven. Lang zal hij leven. Hallo mensen, onze vierde filmpje alweer. Vlog is het, Anton. Nou, een filmpje. Nee, een vlog is het. Nou, ik noem het een filmpje. Nou, beste mensen, en het is vandaag staat onze vierde vlog online. Filmpje. We trekken onze raakjes in de teringzak. Nou, doe maar opnieuw. Ja, dat kan. Hallo mensen, vandaag ons vierde filmpje alweer. Weer een filmpje. Hallo mensen, vandaag ons vierde filmpje alweer. Wat nou? Nou, als het nou een filmpje of vlogje is, wij maken niet zoveel uit. Het was in elk geval de vijfde. En ja. Ik hoop dat jullie daar heel veel van genoten hebben. Wij in elk geval wel. En tot de volgende week. Toedeloe.